Hallo, ik ben Hildelies Balk, hoofd Europese projecten bij de Koninklijke Bibliotheek en ik leid het Impact Project. De Koninklijke Bibliotheek is al zo'n 15 jaar bezig met het digitaliseren van boeken, kranten en tijdschriften. Een groot deel van het materiaal waar we mee werken is van voor 1900 en het omzetten van dat materiaal naar in digitale vorm stelt ons voor een enorme uitdaging. De huidige software voor optische tekenherkenning die een plaatje van een gedrukte tekst omzet naar een machineleesbare tekst is op dit moment nog niet erg geschikt voor historisch materiaal. Dat komt onder meer door de oude lettertypes. Vage en onregelmatige letters, vervormde en doorschijnende pagina's, kranten met hun gecompliceerde layout, allemaal heel lastig te verwerken voor zelfs de meest geavanceerde OCR-machines. En dan is er de taal. In historische teksten vinden we woorden, verbuigingen en spellingvarianten die nu niet meer gebruikt worden. Dit maakt de herkenning van woorden nog moeilijker. Je kunt je voorstellen dat er veel tijd, geld en inspanning gaat zitten in handmatige correctie achteraf. Dat maakt digitalisering niet alleen duur, maar ook langzaam. Terwijl de gebruikers, of dat nou onderzoekers zijn, studenten of het grote publiek, iedereen verwacht dat alles nu met een muisklik beschikbaar is. Dat betekent dat materiaal dat niet is gedigitaliseerd of niet goed is omgezet naar machineleesbare tekst, niet meer gevonden wordt op internet. Zo wordt een groot deel van ons digitaal erfgoed onzichtbaar. Daarom zullen we het proces van digitalisering wel moeten versnellen en verbeteren.